Oh, maar dit is. Oh, maar hier. Dit is smullen, dames en heren. Dit vind ik fantastisch. Dames en heren, jongens en meisjes, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van No Limits 2. En in deze aflevering gaan we natuurlijk weer achtbanen bestrijden tegen het onrecht en natuurlijk ook het kwaad. En de allereerste mail komt van Robbe. En Robbe zegt, yo, Vincent en natuurlijk je kijkers. Ik had zin in een No Limits baan om die te maken, maar ik was een beetje inspiratieloos. Toen bedacht ik me dat je in een van de video's had gezegd dat je een gelanceerde hangachtbaan wilde zien. Oh mijn god. Oh mijn god. Oh, dit wordt heel cool. Dit wordt heel cool, dames en heren. De achtbaan heeft niet overdreven veel thematisering, maar er is wel een thema. Het is gebaseerd op de tekenserie Rick en Morty. Een tekenserie waarbij de slimme opa Rick en kleinzoon Morty door dimensies en langs planeten reizen. Je gaat met hem mee in een ritje door het multiversum met Rick, zijn space cruiser. Maar de motor is kapot en dus word je gelanceerd en probeert Rick het voertuig tot stilstand te brengen. De naam Wubba Lubba Dub Dub betekent ik heb veel pijn, help me. Dit staat voor de hoge G-krachten tijdens de back-to-back double loop en sidewinder. De supports zijn een beetje raar voor het futuristische thema. Veel plezier met het bestrijden tegen het onrecht en het kwaad. Met vriendengroeten Robbe, Robbe Gamer Gaming. Bedankt Robbe, ik ben erg benieuwd naar deze achtbaan. Dit ziet er inderdaad wel heel futuristisch uit als je het mij vraagt. Maar ik hou er wel van. Ik weet niet. Ik vind het wel weer wat anders dan normaal. En dat maakt het zo bijzonder. Vooral dat je volgens mij met ondersteuningen gewoon de hele wachtrij en al die letters in elkaar hebt gezet. Ik vind dat echt heel creatief. We komen hier bij de ingang en daar is dan het karretje waar we in kunnen stappen. Ik hoop dat we kunnen instappen. Of zijn we te laat of te vroeg? We zijn te laat, maar ik druk gewoon even een paar keer op E en dan komt het helemaal goed. In de Wubba Lubba Dub Dub. Dat betekent dus dat we heel veel pijn hebben ofzo. We worden gelanceerd met een snelheid van bijna 90 km per uur. Zo, en kijk ook even die kleuren. Dat is heel apart om zo te zien met die ondergrond. Een soort van paarsachtig. Wauw. Nou, dit gaat al lekker. Er komen daar wat rode G-krachten vrij. Maar dat was dus een bewuste keuze. Maar tot nu toe gaat het helemaal goed. Kijk eens even. Een hoop inversies verstopt in de baan. Dat mag ook natuurlijk ook wel met een lancering van 90 kilometer. Heerlijk. Kijk eens, jongens. Wauw. Ja, ik heb Rick en Morty nooit echt gezien. Ik weet wel dat het een serie is, een tekenserie. Omdat Rick van Serpent Gameplay had me toevallig tijdens een livestream met Harry Potter in december. Had een hele grote livestream had hij. En Rick had het over Rick en Morty. En ik wist, ik kende heel die serie niet. Dus ik heb het ook opgezocht. Ik had het ooit wel eens gezien. Maar eigenlijk een beetje door Rick ben ik er nu wat meer te weten gekomen over de serie. En nu ook weer door de mail. Dus super bedankt. Maar ik ben niet zo. Ik denk niet dat ik fan ben van die serie. Maar als mensen het leuk vinden, dan. Ik hou ze niet tegen. Bedankt voor deze hangende gelanceerde achtbaan. Ik vond het heel tof. We gaan door met de volgende achtbaan. Dames en heren, Nieuws is weer terug met een nieuw project. De vorige aflevering had hij gewonnen met zijn wingcoaster, maar dit keer heeft hij een houten achtbaan. Hij zegt: hey Vincent, dit is mijn vierde No Limits project. En ik had eens zin om een houten achtbaan te maken. Ik heb expres veel knikjes in de baan verwerkt, omdat houten achtbanen dat ook in het echt hebben. Maar er zijn geen rode G-krachten. Als je bij de eerste remmen komt, moet je nog niet uitstappen, omdat je denkt dat dat de baan was. Want er komt nog een heel stuk achteraan. De achtbaan heet W's en heeft een lengte van 1800 meter. En een maximale hoogte van 30 meter en een snelheid van... Ik moet dat natuurlijk weer gaan raden. Het leukste is als je het tweede treintje pakt, want dan heb je de coolste effecten. Als je bij het station bent, is het eerste treintje al weg. Veel plezier met het bestrijden tegen het onrecht en het kwaad. Groetjes van Nieuws Langen. Mijn achtbanennaam mag je zelf verzinnen. Dat is wel heel tof. Nou, zijn project heet 1, 2, 3, 4, 5, 6. En zijn vorige achtbaan heette 666. Dus inderdaad, hij is niet zo origineel met projectnaam. Maar, oh, wat is dit dan? Hè? Oh, dit vind ik heel tof. Het lijkt net alsof dit een treinspoor is. Of een achtbaanspoor of zo. Dat vind ik origineel. We gaan hier onder de achtbaan door. En voor zijn vierde project is het toch wel heel bijzonder. Oeps, ik ging niet via de ingang. Hier is de ingang.
Zo. Nee, maar ik vind het heel bijzonder dat dat gewoon dat... Dit is je vierde project en dan al zoiets intens maken als die windcoaster. En nu weer zo'n achtbaan als dit. Ik vind het echt ongelooflijk genietend. Dat je zo goed in het spel bent al bij je vierde project. Dat zegt al gewoon genoeg. En dan heb je er hopelijk ook plezier in om zo'n achtbaan natuurlijk te maken. Ik vind het ook heel gaaf dat je realistisch denkt. Dat je echt van die knikjes in de baan doet voor het realisme. Dat is echt, weet je, dat niet heel veel mensen die doen dat, weet je wel. Dus dat vind ik wel heel gaaf. We gaan erin zitten in de W's. Maar ik vind W's vind ik best wel een hele toffe naam. Dus waarom ook niet? We gebruiken dit gewoon als achtbaannaam. Oké, daar gaat hij dan. Ik heb het gevoel dat dit een hele snelle rit gaat worden. Dat we echt bijna een 110 km per uur gaan halen. Gewoon puur omdat hij zo hoog is en dat de snelheid er gewoon lekker in gaat zitten, denk ik. Nou, 110 weet ik niet. Hij lijkt heel hoog, maar dat valt misschien ook wel heel erg mee. Ik denk dat hij misschien een 90 km gaat halen. We gaan het even afwachten. We krijgen een bochtje. En dat maakt ook zo heerlijk herrie, hè, zo'n houten achtbaan. Oh, wat hou ik ervan. We gaan naar beneden met een snelheid van 82 km per uur. Ik weet niet hoe ik op 110 kwam, maar toen ik inderdaad de hoogte zag, toen wisselde ik even mijn antwoord met 90 km. Maar het was 82. Nou, kijk eens even. Je merkt inderdaad dat hij wat... Ja, ik wil het geen knikjes noemen, maar het is wat stroever. En dat is logisch, want het hoort erbij. Ik heb toen ooit Mammoet gedaan in Tripstrail. En die houten achtbaan leek net op een RMC coaster. Niet omdat hij inversies had, maar dat ding ging zo verschrikkelijk vloeiend met de bochten. Het was zo soepel. Het leek een beetje op een GCI achtbaan. Nou, en het gaat maar door. Het had een snelheid of een lengte van 1,8 kilometer per uur. Of 1,8 kilometer bedoel ik. Niet per uur. Dat is een beetje 1800 kilometer. Dat zou een beetje snel zijn, denk ik. Ik denk niet dat we zullen leven daarna. Nee, maar ik moet even blijven zitten. Want dadelijk komen de remmen. En dan komt er nog een stukje achteraan. Dus ik ben benieuwd. Kijk, dat bedoel ik. Er komt gewoon een tweede liftheuvel. Hij zal nu waarschijnlijk geen 90 kilometer gaan. Of 80 kilometer gaan halen. 82. Waarschijnlijk iets van... Nou ja, wat zal het zijn? Misschien 60 of 70. We gaan het zien. Ja, lekker. Die airtime heuveltjes. En nu krijgen we hopelijk na deze bocht de snelheid er weer wat meer in. 65 km per uur. Mooi hoor. Ik denk dat hij nu een beetje de achtbaan aan het rekken is. Maar ik vind het heel mooi dat hij hem zo compact heeft gemaakt. Want het is best wel even lastig om natuurlijk zo'n houten achtbaan dat hij niet elkaar mag raken. Hij moet echt onder elkaar door en... Ja, dan moet hij toch wel helemaal mooi gaan uitkomen bij het station. Dus het is wel best wel een knutselwerkje, lijkt me dit. Nou, hij gaat nog steeds heel erg overal onderdoor en bovenlangs en bochtjes en van alles. Een hele lange rit. Zal wat geld kosten, zo'n baan. Maar dan heb je ook wat. Nou, nu nog even wachten, want er gebeurt nog iets als het goed is. Ik weet niet precies wat, maar... Oeh! Oké, dat was echt net op het nippertje. Bijna een botsing. Maar het is allemaal goed gekomen. Dit was de achtbaan. Bedankt Nieuws. Je maakt hele mooie projecten. Ga alsjeblieft zo door, want je doet het echt fantastisch. En op naar de volgende achtbaan. Hoi Vincent, hallo Mees. Ik heb hierbij mijn eerste achtbaan gemaakt. Hopelijk dat je hem leuk vindt. Ik vind hem zelf wel goed voor de eerste keer. Hij heet ook First Try. De eerste keer proberen eigenlijk. Nou, ik mis eigenlijk al gelijk de ondersteuning. Ik ben nu wel weer heel kritisch, hè, dames en heren. Maar dat zijn gewoon kleine dingetjes. We krijgen in één keer een tweede liftheuvel. Voelt een beetje als een rodelbaan. Ik weet niet waarom, maar rodelbaan hebben ook vaak 2 of 3 lifthills. Hoeft niet altijd natuurlijk. Of het gaat natuurlijk in één keer door. Dat er echt een rechtstuk komt en dan in één keer weer dat hij omhoog gaat. Dan blijft hij gewoon in dezelfde kettinglift. We gaan naar beneden. Met een snelheid van 79 km per uur. Met een looping. Dat gaat allemaal soepel. Nou, we krijgen hier een klein knikje in de baan. Maar geen rode G-krachten. Een intens heuveltje. Een mooi bochtje. Kijk eens jongens. Het doet me een beetje denken aan, ik weet niet, aan een soort van Python bij die looping en die kleur. En dat karretje ook, dat rode kleurige karretje. Nou, je krijgt nog een inversie erin. Dat is heel vet gedaan. Nou ja, de volgende keer mag je inderdaad wel ondersteuning toevoegen. Dat maakt het wat net wat mooier, denk ik. Want nu is het echt een hele magische, zwevende achtbaan. Maar dat geeft niet, het is echt je eerste achtbaan, dus dat is te begrijpen. En je kan natuurlijk tutorials volgen, hoe je ondersteuning toevoegt. Of kijk even naar aflevering 400 van No Limits. Daarin heb ik een tutorial gemaakt, hoe je zeg maar een achtbaan bouwt
met behulp van Stef. Nou, het was best wel een leuk baantje en geen rode G-krachtenroute goed gedaan. Alleen, ja, die liftheuvel was een beetje apart, dat je zo, zeg maar, een soort van naar beneden ging. Maar het had wel iets. Maar ja, qua realisme is het niet echt de perfecte baan. Maar, zoals ik al zei, goed voor de eerste keer, de first try. We gaan door met de volgende baan. Hallo Vincent, bedankt voor het bestrijden van mijn houten achtbaan, de Pegasus. Hier is de volgende, een single rail kiddie inverted coaster, genaamd de Bandit. De baan bestaat dus uit één rail, enkel bij de remmen en station uit twee rails, gemaakt in Blender. Het stationsgebouw, de kleine rijhuisjes en sensoren heb ik in SketchUp gemaakt. De baan, de rotsen langs de zijkant en de toren heb ik in Blender gemaakt. De achtbaan was eigenlijk gemaakt toen je vroeg om een inverted kiddie coaster te maken, maar ik ben dit project wat vergeten, maar nu heb ik hem toch afgewerkt. Veel plezier, groetjes van Pif Poef Paf 123. Bedankt Pif Poef Paf, verstuurd op 25 november. Nou ja, hij heeft alles zelf gemaakt in SketchUp, dat vind ik heel bijzonder, sowieso nu al mijn grote complimenten. En we gaan eens even kijken hoe deze baan eruit ziet. Inderdaad, het bestaat maar uit één rail. Oh, dat is heel uniek, kijk nou. Wauw. Dit is smullen, dames en heren. Dit vind ik fantastisch. Het is zo'n kinderachtbaantje. Heerlijk, met die teaming erbij. Het is echt... Ik smul hiervan, dat meen ik serieus. Ik ben altijd verliefd op zulke projectjes. Nou ja, Bandit. Ja, een hangende kinderachtbaan. Er kwamen net wel wat foutmeldingen. Of in ieder geval meldingen dat de rotsen... Dat hij die niet kon vinden. Dus ik weet niet of dat allemaal goed ingeladen is. Maar dat kan hij zelf beter beoordelen als hij dit project dan ziet. Of er ook wat onderdelen missen. Maar als het goed is, zouden er ook wel wat rotsen moeten bevinden in de map. We gaan naar de optakeling. En die is 7 km per uur. 8 km. Hij gaat een stukje omhoog. En bovenaan gekomen, ik denk niet dat hij heel snel zal gaan. Ik denk dat hij een kilometer of 40 en misschien wel 50 is te veel. Ik denk 40 dat hij dat gaat halen. Nou, daar gaan we. Lekker vaartje al. Zo, kijk eens even. Dit gaat nog best wel snel. Voor een kinderachtbaan. Oh, we gaan nog sneller. 47 km per uur. Maar we remmen al wat af. Dat is jammer, maar ja, dat hoort er natuurlijk ook bij. Kijk eens even hoe mooi dit gedaan is. Fantastisch. Het is zo'n simpele layout. Maar het is zo verschrikkelijk goed uitgewerkt. Dit is echt prachtig. Ook die rotsen, moet je kijken. Het is anders dan normaal. Want normaal zien we natuurlijk die grote rotsen. Ze zijn allemaal bij elkaar toegevoegd. En dit ziet er veel mooier uit. Fantastisch. Wat een werk. Ook even naar die Main Street kijken. De saloon. Het is echt een heel mooi compleet project. Grote complimenten. Super. We gaan door met, ik denk, de laatste achtbaan van deze aflevering. Hallo Vincent. Ik volg je video's al een hele lange tijd. En ik dacht, laat ik eens een achtbaan voor je maken. Uiteindelijk kwam ik hiermee. Het is mijn eerste achtbaan. En ik hoop dat je hem leuk vindt. Groetjes van Aaron uit Den Helder. Nou, dat klinkt helemaal helder, deze mail ook gelijk. De Explorer. Of iets Explorer. Explorer is het. Hij heeft de L vergeten. Anders was het Explorer. De ontdekker. De Explorer. Dan ben je toch aan het onderzoeken. Ontdekken. De ontdekker. De ontdekker, dames en heren. De ontdekker. Nou, we gaan hier naar boven. Het is een houten achtbaan. Een rode houten achtbaan. En dat geldt ook voor de kleur van de karretjes. Lekker rood allemaal. Maar hij heeft in ieder geval wel bomen toegevoegd. En al landschap met textures gewerkt. Heel goed gedaan voor je eerste project. Complimentjes. Nou, een mooi uitzicht. Ik denk dat we zo'n meter of misschien 15 hoog zitten. En dan gaan we hier naar beneden. Wat voor snelheid zal die halen? Misschien wel een 60, 70. Daar gaan we. Oeh, 67 km per uur. Maar we gaan nog sneller. Kijk eens. 75 km per uur, wel even rode G-krachten. Misschien dat hij net te scherp was, die bocht. Maar dat maakt niet uit, we gaan gewoon lekker door. We hebben ook wat remmen nu. Waarschijnlijk dat hij hier dan niet te snel ging bij dit stukje. Gaan we door een tunnel. Volgens mij gaan we ook een gedeelte onder de grond of gewoon door een berg heen. We hadden weer een snelheid van 76 km per uur. Nou, een lekker compact gemaakt. Je kan het goed vergelijken met de achtbaan van Nieuws. He, dat compacte gevoel echt een heel, heel tof is bij een houten achtbaan. Over het water heen, leuk gedaan. En goed gespeeld met het terrein. En sowieso bedankt voor jouw inzending. Ik vond het een leuk, goed project. Zeker tof voor je eerste achtbaan. Maar wie heeft gewonnen in deze aflevering? Ja, Pif Poef Paf, je hebt gewoon gewonnen. Want ik was gewoon echt, toen ik dit opende, dit project, en je hele uitleg van je achtbaan, was ik al helemaal verliefd. Laat in de comments weten welke achtbaan jij best vond van deze aflevering. En tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering van No Limits 2. Doei doeg!